Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets schokkends doen. En het is heel leuk. Wat we vandaag allemaal nodig hebben, is er de leg, twee ijzeren buisjes, een beetje draad, gewoon draad, 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 een soldeerbout met soldeer natuurlijk, een tangetje, een accu en wat hulpmiddelen zoals deze. De bedoeling dat we eerst alle draadjes gaan verzinnen. Dan kun je door middel met een plat geslepen kan. Zo. Op het team te houden. Nu gaan we aan de slag met de relais. 12 volt. In mijn geval het mag ook 9 volt zijn. Zo, gaan we hem vast proberen. Oh ja, je moet hem niet al, als je dit hierin zet, dus je niet al te hard dicht draaien, want dan gaat de relais stuk. Eerste 12 volt aansluitingje. Moet je er zo echt op vastmaken, dit is best. Het is best moeilijk om het zo op te maken. Een van de twee draadjes, de handige korte, gaan we aan de kommen vastmaken. Nu is het vast. Nu gaan we een nieuw draadje aan de NC, de Normally Close, vastbinden. Als het goed is, moet je de accu er even. Oh, die is zwart. Dan kan je deze hiermee verbinden. Zo. En deze met deze. En dan gaat hij over het goedje trillen. Ja, hij trilt. En nou, hij maakt ook geluid. Dit is goed. Dan gaan we weer een nieuw draadje. Zo, hier aan vastmaken. Aan een van de aansluitingjes. Het moet snel, anders dan gaat de andere los. En dat is niet de bedoeling. Het andere aansluitingje ook recht vast. Nou, gelukkig. Nou, dan gaan we een ander nieuw draadje er weer aan vastmaken. Niet heel erg snel, maar... Oh, nee, hij stopt. Oh, krakkertje. Ook nog best duur. Zo, klaar. Dan gaan we met de buisjes aan de slag. De soldeerbout mag je uitzetten. Twee ijzeren buisjes. Met een gaatje er doorheen. Ik weet niet of je het ziet. En dan doe ik deze zo doorheen. Dan draai je ze zo aan elkaar vast. Zodat ze vast zitten en dat ze aan het ijzeren dingetje zitten. Goed vastdraaien dat hij niet los kan, anders dan zit hij los. Om het mooi te maken kan je er ook nog een beetje tape omheen doen. Zodat hij goed verbinding maakt en een beetje voor de mooiheid zoals het kan zijn. Omdat moet je dan hetzelfde doen bij het andere buisje. Zo. Hij is klaar nu. Nu moeten we een tester hebben. Pap, kom eens! Ik heb je nodig! Nou, deze gele kan je in dat gaatje doen. En nu is dat er nog niet. Wat is er, Kion? Oh, deze buisjes zijn goed deed. Ja. Ah!
deed het goed. Mama, kom eens. Wat is er? Ik heb nog een tester nodig. Oh, oké. Okay. Hoe komt het nou dat het gebeurt? Het komt omdat de spanning, er moet spanning uit de spoel, maar omdat dat niet kan, gaat het op een gegeven moment zo hard dat je heel hard je schok krijgt terwijl je die buisjes deed. Daarna! Je kan er ook spelletjes mee doen. Dan houdt één iemand dat ding beet en de ander houdt het ding ook beet. Dan zet je hem aan, dan gebeurt het nog niet. En geef elkaar dan een hand. Ja, mijn vader heeft verloren. Tot de volgende vlog.